Harry Potter. Hartstikke mooi uitgekozen door Bach. Super spannende melodie. Wauw, ik was vergeten hoe mooi deze was. Dit liedje is vooral veel onthouwwerk, omdat het zo'n mooie, maar toch wel een beetje complexe melodie is. Maar wees niet bang, ik ga je gewoon lekker bij helpen. Ik wil alleen zeggen dat als je door de bomen het bos niet meer ziet, een liedje leren is een super simpel principe, namelijk gewoon een reeks aan nootjes onthouden. En dat is prima als dat de eerste week gewoon de eerste paar nootjes zijn. Hoeft niet allemaal tegelijk, ja. Zolang je het maar onthoudt en alles met de juiste vingertjes speelt. Oké, gaan we. Vingers gaan veel verschuiven omdat de melodie alle kanten op gaat. Alleen, ik heb het zo overzichtelijk mogelijk voor jullie proberen te maken. We verdelen de piano hier zo naar de linkerhand en hier zo gaat je rechterhand spelen. Ze gaan veel schuiven die vingers, maar belangrijk is dat je pinky altijd in de buurt van de B is. Je derde vinger altijd een beetje bij de E. En je eerste vinger op de G. Ja, dus als je die daar hebt liggen, maak je nog geen zorgen om die andere vingers, maar dan zit het ongeveer goed. Je rechterhand gaat er netjes naast met de duim op de A. En dan kun je gewoon je vingers ernaast leggen. Dan zit het zo in de goede buurt. Ja? Oké. Laten we beginnen met het eerste gedeelte van de melodie. Je zult zien dat er veel herhaling is, maar in die herhaling ook veel kleine net afwisselingetjes. Maar we gaan hem sneller doorhebben dan je zult denken in het begin. Oké, genoeg praat. Eerste gedeelte van de melodie begint met 5, 3, 1. Ja? En die hadden we al op de goede toets. Oké, gaan we verder vanaf 5, 3, 1 met 2, 3. En je tweede vinger zit niet op een witte toets, maar op de zwarte toets. Niet op de F, maar de vies, de F hashtag. Ja? Dus zo komt 2, 3 daarachteraan geplakt. Gefeliciteerd, je kan het eerste gedeelte van Harry Potter. Wow! Hartstikke goed. Onthoud deze, oefen deze, dan gaan we verder. Met de rechterhand 2-1. Allebei witte toetsjes. Ja? En dan maken we hem af met de linkerhand snel nog. Eén keer de zwarte toets, tweede vinger, waar je al zat. En dan heb je samen. Oké, gaan we verder. Ja, dat wordt het volgende zinnetje. Wat daar gebeurt is, deze vinger staat er nog goed. 3, 2, 1. Oh, ik zeg het helemaal verkeerd. 3, 1, 2. Ja, en dan gaat je derde vinger nog een keer spelen, maar niet op de witte toets, maar op de zwarte toets. En dan je tweede vinger gaat van de zwarte toets af naar de witte toets. Ja, kijk maar gewoon goed wat er gebeurt. We zaten zo. 3, 1, 2. En dan schuiven we allebei je vingers zo. Dus gaan zo. Par. En dan maak je hem af met je vijfde vinger die daar nog altijd zit. Ja? Oké, samen is dat. Krijgen we een stukje herhaling. Dus die komt gewoon nog een keer. Dan gaan we verder met de rechterhand. Ik ga het zo helemaal nog herhalen. Gaan we verder met de rechterhand. Tweede vinger. Vierde vinger.
Dus je ziet ze met de derde vinger ook daar op het zwarte toetje. En mijn tweede vinger gaat naar het witte toetje waar eigenlijk mijn derde vinger lag, maar die derde vinger zit nu hier. Zie je dat je 2 gaat stiekem opschuiven in de tijd dat je dit speelt. 2, 4, 3, opgeschoven 2. Ja? 2. Probeer die eventjes gewoon goed te onthouden. Ik maak hem eventjes af en daarna zetten we alles weer mooi achter elkaar. We hadden dit stukje gehad. En dan moet je met je duim even iets moeilijks doen. Er komt iets complex in je rechterhand, maar we gaan het doen. Het is te doen. Je duim gaat naar deze middelste zwarte toets. En in de tussentijd laat je al deze vingertjes los met je vierde vinger naar de C. Derde vinger. Tweede vinger. Dus dan heb je samen. Dit is echt onthouden, jongens. Gewoon onthoud werk. We hadden 2, 4, 3, opgeschoven 2. En dan ging je duim naar de middelste zwarte toets. Vierde vinger zat hier. 4, 3, 2 op de zwarte toets. Ja. Ik ga hem tot en met daar spelen en dan plakken we het laatste staartje eraan. Oké, vanaf het begin. Als je alle zinnetjes hebt onthouden, ik ga ze langzaam spelen. Ja, komt ie. Zijn we daar? En dan het allerlaatste stukje nog aan, jongens. We kunnen het. Gaat je pinky van je linkerhand gaat naar de zwarte toets. En dan doe je 1, 3. Dat einde kennen jullie allemaal, ja?